Dag beste kikkers, welkom bij de 14e aflevering van Sasdom TV. Vandaag gaat u op bezoek bij het prominentenbal van de Oelevangers. Hey, Wiegert. Welkom bij het prominentenbal van carnavalvereniging de Oelevangers. Vandaag viert prinses Bobine en adjudant de Veel haar receptie. En natuurlijk, niet te vergeten, de prominent vanavond om 12 uur. Weet jij al wie het wordt? Ik heb geen idee. Ga je weer met me mee? Nou. Het is een gezellige boel, ja. En kijk eens wie we daar hebben. Ondertussen was de oogeit van de Oelewappers hartstikke druk met haar verplichting. En mooie moeders hebben mooie dochters, zo is het. Prinses Bobine en adjudant de Veel. Wel even, als burgemeester en wethouder van Berkum, tenminste dat worden we regelmatig genoemd, wou ik toch even aandacht schenken aan het feit dat Oelewappers hier aan deze kant van Berkum zitten, bijvoorbeeld in de Weidenbelt. En wat erbij hoort is uiteraard een klein cadeautje. Kijk eens. De sleutel van Berkum. Oh, geweldig. Gaat allebei heen. Je mag hem omhangen als je wilt, maar ik kan hem ook zo aannemen. Ja, helemaal goed. Excuus. Gaan we zo aanpakken ook. Sorry. Hoogheid, hartstikke bedankt dat jullie hier zijn. En bedankt voor het mooie cadeau. En ik moet eigenlijk nog even iemand feliciteren vanavond bij jullie. Hè? Ja. Want er is iemand jarig bij jullie. Ja, maar hij is 60 geworden. Hans, dan word ik hier aangesproken door een schitterende mevrouw. Uit Sneek. Ja, klopt. Die maakt zich ongerust. Want waar is die meneer nou, ons vijf hem zelf maar? Met een mooie grijze, blonde, witte haar. Dus, en een baard. En een snor. Compleet. Hans, het is Sinterklaas niet. Nee, joh. Ja, ik maar, wel grijs, blond, je, witte je hebt hem gesproken in Nijmegen. Ja. Wat hebben jullie afgesproken? Wat hebben jullie afgesproken? Alleen een selfie gemaakt. Dus dat wou je eigenlijk nou wel weer? Ja, maar hij is er niet. Maar dus volgende week voor de herhaling. Volgende week in Nijmegen is hij er wel. Ja, maar dat ben ik er niet. Ja, hoe gaan we dit oplossen? Dan nou, ja, gaan we naar Sneek. 5 februari gaan we naar Sneek. 5 februari? Ja, dan maken we dan een selfie. 5 februari? Wat is er? Er is niks te doen. 11 dat bedoel februari? Ik. 11 februari. En wat is er dan 11 februari te doen in Sneek? Dan hebben wij een jubileumfeest voor ons 44-jarige jubileum. Dank u wel, ceremoniemeester. Ik zal even mijn steek nog goed op, want de deur was iets lager dan ik had gepland, zeg maar. Dus, is normaal niet. Maar goed.
daar heb je normaal je gevolg voor, dus je hebt dat goed opgenomen. Want zij kan heel goed vangen namelijk. Ja, misschien weet je het al, maar waar komt het woord oelewapper nou vandaan? Ik heb het opgezocht. Oele is bij ons uil en wapper, ja, dat is slecht vliegen eigenlijk. Maar dat is bij ons. Maar als je dan verder gaat... Oelewapper, dat komt eigenlijk, ja, heel veel die gebruiken natuurlijk het synoniem voor suffert, sukkel, domhoor, oelewapper en dat soort dingen. Maar dat is het eigenlijk niet, want als je dan even heel goed gaat zoeken, volgens onze taal dateert het woord uit de 80-jarige oorlog. Spaanse soldaten zouden vrouwen hebben nageroepen met de Spaanse kreet, oelewapper. Nou, en wanneer je dan SH op je fiets hebt hangen en je gebruikt je fantasie, dan kan je daar oelewapper uithalen. Oelewapper betekent in de huidige taal iets van, hey, lekker ding. Ja, Wiegert, ik doe maar hetzelfde als Leuven Steenwijk. Ook met die handen in de zak, met die onwillige beesten. Nee. Die hunden hebben die zakken, hè, normaal. Nee? Nee. Oh, dat, dan haal ik ze eruit, Kees. Ja, maar dan heb je toch niet bij Kees. Kees, hoe is het, jongen? Ja, goed, met mij gaat het goed. Nou, gelukkig. Die vrouw gaat ook beter. Eerste klas. Ja. Ik ben blij dat we jullie weer sporadisch bij de jingle. Ja. Jort is een medical door omstandigheden. Ja, bullshit. Maar volgend jaar knap je er weer volop? Ja. Als alles goed is, dan is het eenmalig dit seizoen. En dan knappen we de volgend jaar weer volop. En, ik heb al een uitnodiging gehad van Aals. 4 november. Kijk. Ja, dat staat. Weer in de kar, hè? Ja. 2026? Nee. Nee, dat is weer. Dat klopt precies. Schrikkel Jort erbij. Nee, komt precies uit. Nee, 2017. Ja. Dan hebben we het prinsenbal weer en gaat dit jaar gewoon door. Ja, dit jaar bij die omstandigheden, een aantal leden ziek geweest. Ja. Giet allemaal de goede kant weer op? Ja, er zijn nog een aantal ziek, maar daarom ben ik ook nog met z'n klein. Maar ja, er zijn gewoon een hoop zieken. Benny met een dubbele longembolie. Aal die een koersje trak en die hier in het ziekenhuis lag, die zonberg had. Ja. Op mij valt die zonbek. Ja, dat is niet meer weggetrokken. Dat heb ik al gevraagd wanneer ik een dikke bek weer wegtrek, maar dat ga je niet beloven ervan. Mijn schoondochter die de baarmoeder dan moest, die elke keer bloeding heeft en dat niet goed gaat. Mijn zoon die longontsteking heeft. En nou weer een ontstekend hartzakje, die is al 10 weken nu. Dus ja, Jantien die dan in juli krijgt toen, dat ze 3 tot 4 man nog te leven had. Dan moet maar beslissing... Ze loopt er nog. Ze loopt er nog, ja. Maar dan moeten we wel beslissingen nemen. Ja. En dan gaan we dan in november kunnen gaan vieren dat ze heel ziek is of net weg is en weet dat. En, ja, ik niet, maar de rest ook niet. En we hebben besloten om dan 1 jaar rustig aan te doen in verband met al die ziekte. En ik kan ook vertellen, namens heel Sassenon, we hebben respect voor jullie. En zoals het nou gewoon is, eerste klas. Dat vind ik heel mooi om te doen. Maar dat doet me heel goed. Ik denk dat elke Sassen donker zich erin kan vinden. Ik denk dat ze prominent worden vandaag. Stop weer? Ja, vast. Ja, maar waarom was dat pas om 12 uur? Want ze waren hier al om 7 uur, hè? Ja, maar dan is ze pas dronk. Oh, soldaat win. Nee, zonder gekheid. Jongens hebben heel wat te stellen gehad. En de meisjes ook. Ja. Maar volgend jaar start er weer vol gas weer. We zijn blij dat we er vanavond ook weer bent. Dat we jullie allemaal eens weer zien. Dan kunnen we ze weer lekker lopen en lekker houden. Domme houden. En domme houden. Ah, en wij mogen graag hier wezen. Ja. En helemaal bij jullie. Bij ons. Gewoon in Sassenburg. Ja, Sassenburg. Als je dat doet, wil je dus Kees, stil. Thank you.
fantastisch. Als jullie wat meer naar voren zullen binnenkomen, deze de deurblazers voor het alarm zometeen. Want het is op dit moment 7 minuten voor 12 en ik heb vanuit betrouwbare bronnen begrepen van de prominent in de house. Zitten we zeker gereed voor wat woorden? Ik ben bijzonder vereerd dat ik als voorzitter van onze vereniging ook dit jaar weer in onze nieuwe residentie bekend mag maken wie wij, wie onze vereniging, wie de commissie van onze vereniging heeft gekozen tot prominent van 2017. Het is onze burgervader, burgemeester Meijer. Burgemeester, voordat wij verder gaan, denk ik dat het gepast is om nu de Zwollenaar te spelen. Wat een mooie hond heb je gehad, hè? Oh, Wierit, die als prominent, die aan de Beemun wint, want het was geweldig. Een schitterende prominent. Nou, ze kunnen er zeker weer een prachtige. Onze burgervader, hij stond op het podium, was niet carnavalsvierder, maar toch even de Beemun. En de Zwollenaar, voluit, hè? Dat bedoel ik, uit volle borst. Onze Henk-Jan Meijer. Maar, ja. Wie gaat naar bed, hè? Kroepiet in bedje, ja? En lief zijn, hè? Appetjo! Dag!